zoeken op de Middengolf en daar zijn ze weer. Come on, sail away. De zeezenders van toen, maar nu niet vanaf zee, maar vanuit Museum Rock Art in Hoek van Holland. Achter de microfoon de stemmen van toen en nu. Wat zeggen we ook weer? Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dat is nu, wat deed je nou in 1973? Van 71 tot 74, Radio Noordzee. Was dat een leuke tijd? Dat was achteraf gezien natuurlijk, dan vergeet je alle nare dingen. Maar het was een leuke tijd. Er is natuurlijk in elke organisatie is er gemopper en het klopt allemaal niet. Maar het is voor veel mensen en voor mij ook een referentiepunt. De piraten die elkaar destijds fel beconcurreerden blijken anno 2010 dikke vrienden. Ja, Noordzee was concurrent. Maar wij hadden natuurlijk verder niets met de collega's van Noordzee. Dat ging allemaal samen de kroeg in. Dat was heel gezellig. En voor één dag vanuit Hoek van Holland gezamenlijk op de radio. In een deel van het centrum van Rotterdam is de stroom uitgevallen. Zeker 10.000 huishoudens en veel winkels zitten zonder stroom. Het uitzenden vanaf schepen werd in 1974 per wet verboden. Op 31 augustus verdwenen Noordzee en Veronica vol drama. Waar een latere lichting radiomakers nu nuchter op terugkijkt. Waar ik was? Thuis, bij mijn ouders. Luisterde naar Radio Veronica. Hoe ging dat? Ja, je luisterde. Ik was nog heel erg jong. Ik was me nog niet echt bewust van het feit dat Veronica echt wegging. Ja, maar het was wel afgelopen. Je hoorde weinig leuke dingen meer op de radio. Voor veel mensen in ieder geval. Ja, dat was wel Hilversum 3. Maar het was niet zo spannend als de zeezenders. Radio Noordzee.